als een varkensboer vis gaat kweken, dan moet er iets aan de hand zijn. Hoe is het idee ontstaan om vis te gaan kweken? Ja, ik heb al zit al verschillende jaren in de varkens en de uitdaging voor de varkenshouderij, ja, er zit wel uitdaging in, maar in de visteelt dacht ik van, er zit nog veel meer uitdaging. Dan kan ik tenminste mijn ei kwijt. Heeft dat te maken met varkenspest, prijzen die onder druk staan, dat het boeren met varkens voor jou niet meer interessant was? De varkenspest heeft een heel stukje mee geholpen. Het heeft een duw in de rug gegeven van, er zijn toch wel problemen in de varkenshouderij, maar ik wil toch net iets anders als een ander. Ik wil mijn inspiratie, ik moet kwijt kunnen. Maar hoe kom je dan op het idee om vissen te gaan kweken? Dat is heel toevallig gekomen. Mijn kameraad deed ook al langer in de vis. En daar kon ik mijn geluk, toen de varkenspest alle varkens weg waren, kon ik bij hem mee systemen gaan bouwen. En zodoende is het idee gekomen om ook vis gaan te kweken. En systemen bouwen heb je het over? Ja, we hebben samen met hem bij universiteit een klein proefsysteempje opgezet. En dat proefsysteem heb je nodig om de vis te kweken? Ja, op de universiteit hebben ze nodig om nieuwe soorten ziektes eruit te halen. Maar dan ga je je varkens goeiedag zeggen en dan ga je een kwekerij beginnen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Ja, de varkenstaak wil ik eigenlijk toch niet afsluiten, want het zit toch in mijn bloed om varkens te blijven houden, want dat vind je leuk. Maar nou, op het moment dat het bedrijf zo uitgroeit in de vishouderij, ben ik misschien toch van plan om de varkens helemaal weg te doen. Hoe kweek je vis? Want dat zegt mij helemaal niks. Het is vrij moeilijk, je komt er was niet aan informatie. En wij kweken vis zelf, we moeten het dier te kweken, op laten groeien en dan de eitjes af te strijken. Bij elkaar voegen de hom en de kuit en dan komen ze in korte gezegd heel vlug uit. Welke vis kweek je? Meerval. Meerval? Ja, dat is een productievis voor consumptie. Voor consumptie? Ja. Dus en hoe lang duurt het dan voordat die vis het stadium bereikt heeft dat hij hier de deur uit gaat? De gemiddelde gewicht ligt op tussen de 1 en 1,5 kilo, levend gewicht. En dan zijn ze ongeveer tussen de 8 en de 9 maanden. En dan verwerk je hier zelf of die vis gaat levend weg en wordt verwerkt? Ja, de eerste jaar dat ik begonnen was, heb ik ze altijd een verwerker geleverd. En ja, toch omdat ik zoveel wilde, heb ik samen met de collega, zijn we zelf de vis aan het verwerken. En is dat dan jouw nieuwe toekomst? Jazeker. Van varkensboer naar viskweker? Ja, absoluut. Nou, ik eenmaal in die tak zit, het groeit steeds meer. Het is heel mooi, we zitten heel veel met de afzet. Dat doe ik samen met de collega. En dat vergt toch veel energie van om het helemaal uit te bouwen.